run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Elk jaar doen we een themaweek met Assassin's Creed. En op een gegeven moment is het een beetje moeilijk om nieuwe dingen te bedenken. Want ja, we kunnen wel weer een retrospective doen. En dat gaan we trouwens misschien wel doen ook. Want het is namelijk heel makkelijk. Gewoon een update. Ja. Van één game. Oh, er zijn vorige twee games verschenen. Fucking veel werk. Ik vind het eigenlijk wel mooi licht dit, wacht. Ah. Maar er is wel nu een item bedacht. Die is Lenny nu gaat de intro doen. Doe maar, go. Ja, hij staat er niet aan, vriend. Ja. Even spontaan vloggen tussendoor, dacht ik. Nee, wacht. Moet een knopje aan. Het rode knopje. We hebben nu een item bedacht dat we onze favoriete assassin gaan zeggen tegen jullie. Zeggen, hey, is ons en jullie? We zeggen gewoon, hey, dit is mijn favoriete assassin, oké, jullie, doei. Oké, top. Zeg even meer. Elke assassin... Fout! Mensen vinden het zo leuk om met mij te werken, echt. Ja. Kijk, wij krijgen best wel vaak post van uitgevers voor prijzen en review copies. Maar soms is er een uitgever en die denkt, goh, laten we iets leuks doen. En in dit geval Ubisoft. Heel erg bedankt voor Just Dance en Assassin's Creed. Dankjewel, super lief dat jullie het opsturen. Maar, waarom moet dat met snippers? Kom! Auw, fuck, jongen! Nee, kom op, laat mij! Dat is mijn idee! Dit is echt de raarste POV porno ooit. Een beetje aan het bed schudden, leuk. Dat doe ik wel even. Nou jongens, het is vrijdag en Games het Radio vervalt weer. En ik vind het echt serieus heel vervelend. Want we zijn dat 6 jaar geleden begonnen en we hebben eigenlijk bijna nooit geskipt. We maken ook echt 50 afleveringen per jaar. Maar ik moest even... Ik heb even een soort van nadenkding. Ik ben nu bij Nintendo, moet even die standies terugbrengen en de Wii U's van het David toernooi. Maar we hebben gewoon weinig tijd. Want als je vergelijkt wat we vorig jaar deden met nu, de tuk-tuk is erbij en het dus David toernooi zijn erbij. Het is zo druk en ik moet straks naar een evenement voor Just Cause 3 en we konden gewoon niemand meer vinden. Ook vanwege die Zelda film, die Treason film die we hadden gemaakt. Film, filmpje, item. En dus het is gewoon zo druk. En ik baal er best wel van. Ja, Gamersnet groeit gewoon. Dat is eigenlijk het ding. En we kunnen het soms niet bijhouden. Heftig, hè? Maar goed, wel mooi. Nou, ik zit er nu uiteindelijk fucking half uur vertraging. Want heel Amsterdam zit natuurlijk helemaal vast. Maar ik was slim geweest. Want ik wist dat dit zou gebeuren. Kijk, hier is Just Cause. Oh, wat vet. Maar daar zit Leon. Leon, zwaai eens even. Zwaaien. Hallo. Die was al begonnen. Dus de preview doet hij. Dus ik ben hier gewoon eigenlijk voor shits en giggles. Ook leuk. En ik ben hier voor de vlog natuurlijk. Belangrijk. Och, druk. Hard werken. Zullen we nog even op de vrijdagmiddag? Zo even op de vrijdagmiddag. Ja, echt hè. Hey, Just Cause. Ja. Ik wil een preview in kort. In kort. Korter dan ik dit eigenlijk al introduceer. Het is heel veel schieten zoals je gewend bent, maar dan mooier en vetter. Ja, zeker vetter, want ik vind deze ook leuk. Echt? Ik vond 2 kwam niet doorheen, maar ik vind het nu al leuk met dat dorpje overleven. Oh, ik was weer sceptisch. We zien nu ik wil inhoud. Ja, maar nu moet je in een dorpje verschillende dingetjes doen. Dat vind ik dan wel heel leuk. Ja, maar dat is deel 1 ook zo. Deel 2 ook zo. Ja, maar die heb ik geen kans. Ja, ik kan het zeggen. Als we de intro zo saai begin credits. Ja, echt. Ik viel al gelijk af. Ja. Maar je bent tevreden dus? Ja, ik ben tevreden. Kijk, tegenwoordig hebben al die games natuurlijk een dealtje met Xbox of met PlayStation. Maar niet Just Cause. Die doen alles op, jawel, PC Master Race. Dus ze hadden MSI eventjes gebeld. Kijk eens op wat voor kastje ik aan het spelen ben. 2 videokaartjes.
Dat past niet in een PlayStation. Nou, Leon is even aan het filmen, want wij gaan namelijk vliegen in een wingsuit. Pas op hoor, dat is een hele dure iPhone die erin zit. Dus dit is een soort VR. Het is gewoon VR. Oh, het is allemaal dingen in beeld. Ja, dat denk ik. Ik zie het toch twee keer. Ja, het is af en toe een beetje spelen met de telefoon. Dat klopt, hij zit er een beetje los in. Oh ja, nu heb ik hem. Oh, wauw. Ik heb niet eens een dubbel zie, of ben ik dan, heb ik altijd gehoord? Ja, je hebt hem wel, je ziet wel een beetje dubbel. Het ziet er best wel tof eraan voor zo'n performant ding. Leon, kijk eens aan. Kijk dan. Kijk, ik ben heel goed, toch? Hé, dat ben ik. Nou, en dit weer in Amsterdam voor de Just Cause. Dat weet je, hebben we Leon weer gezien. Ah, leuk hè. Maar nu zijn we weer terug in Bunnik. Het is avond, we gaan streamen. We gaan Just Dance streamen. En we gaan Guitar Hero streamen. Exact. Maar we moesten ook nog even wat greenscreen activiteiten doen. Dus dat gaan we nu ook doen. En we hebben een review opgenomen. Iemand druk, hè, zo wow. Vrijdagavond. Maar ik zat net iets leuks te denken, want we waren net bij Just Cause. En er was echt iets heel erg vets. Dat moet ik wel even laten zien. Ik ben zo terug. Hoi, daar ben ik weer. Nee, dat is dit ding. En dit is een virtual reality zelfbouwkit systeem, waar je je telefoon in kan schuiven. Maar er is een super vette app, of een gamepje van Just Cause, op de mobiele telefoon verschenen, dat je zelf zeg maar in first person zo rond kan draaien als Rico. Dus die kun je winnen. Voor de eerste prijs weer in een vlog. Vind je het vet? Awesome. Ja, dus ja, dit ding. Hij is ook helemaal gethematiseerd als Just Cause. Best wel een collectie item, hoor. Er zijn er echt niet zoveel van. De Wingsuit Experience. Dus reageer hieronder waarom je wil winnen. Dan maak je kans hierop. Yeah. Nou, ga nou even vertellen wie je favoriete assassin is. Ja? Ja, dat ga ik doen. Wie is het? Nee, niet zeggen. Nee, dan moeten mensen item gaan kijken. Later deze week. Precies. Ik weet niet wie er met het stom idee kwam om te vloggen tijdens de Just Dance stream van vrijdag. Oh, we moeten wisselen. Ik sta nu midden. Maar dit is onze vrijdagavond dus. Nee, ik sta goed. Peter gaat goed. Ja. Het is Peter's eerste potje Guitar Hero live hier bij de stream. Lekker. Wow. Kijk, we gaan dan. King Kong. Zelf mijn muziek. Lekker rustig inderdaad. Lekker een deuntje. Maar ook akoestisch. Vet, hè? Ik speel natuurlijk alleen akoestisch zelf. Dit zie je al op de tv. Vet man. Je zou maar zo'n baard hebben en gitaar spelen. Daniel, ik ben een kind van je! En zo sta je weer in de kroeg. Dat is even geleden. Snap je? Ja, best wel een paar weken geleden. Ja, first look, DDG, allemaal weekenden vol. Zij komen allemaal. Yes, maar hij niet. Ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik dans. Het is echt een hele fijne zondag. Het is een beetje Assassin's Creed. Een beetje administratie doen ook. Maar even een kleine teaser al voor eind november. Want dan gaat Tom en ik gewoon naar Dreamhack in Zweden. En er gaat een bus vanuit Nederland helemaal naar Zweden. Maar daar voelden wij ons te goed voor. Want wij zijn best wel snobs. Dus we vragen om de auto. Dus ik heb net een hotel geboekt ook. Want we gaan daar ook niet slapen in die hal met al die stinkende gamers. Maar goed, dus het is allemaal geregeld nu. Dus we zijn gewoon klaar. Dan gaan we dus echt een roadtrip doen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dat wordt officieel Games and Roadtrip. Nee, Games and Tour. Ik weet het eigenlijk niet. En dan gaan we elke dag gaan we items maken hoe wij 1100 kilometer rijden. En dan ook weer terug. En dan elke dag een vlog online. Dat wordt echt heel erg vet. Denk ik.